Edwin, we waren hier vorige week ook al. Ja. Maar dit is zo'n bijzonder apparaat ook. En dat staat hierbij. Ik wil wat. Dat moeten we een apart. Volgens mij is dat een apart verhaal. Ja. Wat is dit voor een ding? Dat staat normaal gesproken bovenop een weefgetouw. En ja. Dit is een Jacquard-kop. Jacquard, die wordt gezien als de uitvinder van het automatisch aangedreven weefgetouw. Oké, okay, dus ja. Hij was een uitvinder. Waar hebben we het over? 1805, zo rond die koers. Tijd van Napoleon, Parijs. Omgeving in Parijs. Parijs. Hij was Jacquard, een Fransman. Oké. Okay. Ja. En hij kende de theorie van Leibniz. Leibniz was een Duitse filosoof. Ja. En hij was op de hoogte van dat er een ponskaart was uitgevonden. Ja. Dus iemand had, ik ken ook Leibniz, en die had de ponskaart uitgevonden. Dus dat je, want Leibniz was van, je kan alle informatie opslaan op nullen of op enen. Alle letters, alles wat je wil, je kan alle informatie opslaan op nullen of op enen. En je moet dit dus zien als een nul of een één. Ja. En het is best bijzonder, want dit principe van die ponsgaatjes... Ja. Dat is eigenlijk de eerste praktische toepassing van digitale techniek. Dat wist men toen natuurlijk nog niet. Maar nu terugkijkend, waarom is dat, help eens even, want ja. ik zie weinig digitaals in dit hele verhaal. Ja, ja. Maar dat is waarschijnlijk omdat ik geen verstand heb van... Ja. Nou, je moet je voorstellen, rond 1750 of zo leefde Leibniz, zo'n Duitse filosoof. En die verzon alle informatie, kan je opslaan in nullen en enen. Nou, dat is een soort, was een theorie, hè? Dus dat was iemand anders, die had een ponskaart uitgevonden. Ja. Dat is eigenlijk een fysieke vertaling van nulletjes en enen. Ja, ja, je hebt een gat of je hebt geen gat. Precies. Aan of uit. Ja, ja, aan of uit. Dicht of open. Ja, ja. En dit is eigenlijk een patroon. Dit is een, geen gat is een nul en wel een gat is een één. Precies. Zo moet je dat zien. Ja. Dus dit is een machine-instructie, een computerinstructie is dit. Ja. Vroeger werden computers ook aangestuurd met ponskaarten. Die zagen er net zo uit. Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja. Of met cassettebandjes, maar met ponskaart. Ze kregen een taak om te doen en die taak stond op die ponskaart. Ja. En dat was aan of uit, dat was de instructie. Ja, 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 dus. En dit is, ik snap hem. Ja. En of de informatie wordt doorgegeven door elektronendraadjes of door een mechanisch systeem, touwtjes, dat maakt het niet uit. En, dus die ponskaart bestond en die Jacquard die verzon dus... Ik wil geen geschiedsvervalsing doen, hè? Ja. Maar het pierament, dat is hetzelfde. Hè? Dat is ook met ponskaarten. Ja, dat is jonger dan dit. Ja. Ah, jammer. Ik had gehoopt dat ik een historische vinding... Want Jacquard die heeft van Napoleon medaille gekregen voor deze uitvinding. Ja, 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 ja. Hè, dus, en dat bespaart natuurlijk een boel werk. Hè? Want voor die tijd bestond dit weefgetouw ook. Hè? Met dat je die patronen kon weven, met die touwtjes omhoog of omlaag. Ja. Alleen er stonden... Daarboven op een platform stonden allemaal mensen en die trokken dan die draadjes omhoog. Dus de wever die noemde getallen, die noemde 8, 16, 12 en daarboven stonden mensen en die trokken al je dingen omhoog. En dan kreeg je een patroon. Ja. En al die mensen werden overbodig toen dit ontstond. Dus die Jacquard, die dus een textielfabriek had, die had het verzonnen. En door deze automatisering werden al die mensen werkloos. Dat is niet waar. Ja. En die waren dus ook zo boos. Die hebben de fabriek kort en klein geslagen. Ja. Oké, okay, ja. Dat waren de eerste slachtoffers van de digitale revolutie. Ja, ja precies. Niet waar. Ja. Ja. En dan hebben we het over? Nou, dan heb je het over 1805, 1806, in Frankrijk. In Frankrijk. Dat is daar de traditie van het Franse staken natuurlijk vandaag gekomen. Ja, vast. Wat een mooi verhaal zeg. Ja, ja, ja. Nou, en dan heb je dit dus die techniek die zet zich verder wel door heel Europa. Ja. Nou, en die komt dus ook in Enschede. En Enschede is dan de textielstad van... Ja. Europa, hè? Na Manchester eigenlijk heb je dan Enschede. En dan worden dit soort weefgetouwen worden hier gemaakt. Nou, dit heet dan een Jacquard-kop. Ja. Maar bij het museum zelf heb je een gangetje. Ja, als je naar het museum toe loopt. Tussen het Roosendaal. Ja, dan zie je een soort mozaïek. Ja. En als je daar zo langs loopt, dan je oog die kan eigenlijk niks waarnemen. Want die ziet één wirwar van tegeltjes. Ja. Maar als jij door een lensje gaat kijken... Maar het helpt al als je bijvoorbeeld zo je ogen inkadert. Ja, of je ogen dichtknijpt, kan of je dichtknijpt, of je maakt een kadertje, of je kijkt door een fototoestel. Dan zie je ineens een portret. En dat is ook een Jacquard-kop, maar dan het portret van meneer Jacquard zie je. Dat is de kop van Jacquard? Ja. Ja van de vent die dit heeft uitgevoerd. Het is een eerbetoon, heeft de architect destijds gemaakt aan Jacquard, uitvinder van het Jacquard-weefgetouw. Dus eigenlijk de eerste digitale toepassing, maar dan mechanisch... Ja. Ter wereld. Ja.
Wow. Heel, als je alle boeken gaat kijken over computers, over de ontwikkeling van computers, nou, dan heb je wat uit de Griekse tijd, hè, daar hebben ze ook wat rekenmachientjes gemaakt. Maar de Jacquard staat er altijd bij als eerste toepassing van digitale techniek in de wereld. En daar staan wij nu zomaar bij. Ja. En hij is geschonken aan koningin Wilhelmina, maar die heeft hem weer teruggegeven. Ja. Dat vind ik een beetje ondankbaar. Ja, nou ja, ik kan me ook voorstellen, ik denk dat wij er meer leuke dingen mee kunnen doen. Ja, dat is ook wel weer. Ja. Mooi, Edwin, dank je. Ja.